terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube Mensen. Yes! Ja, het is nog steeds mooi weer. Het is echt prachtig mooi weer. We kunnen nog steeds niet naar de kapper. Het is vandaag... het is woensdag... 22 april, mensen. Ja, het is 22 april. Het is bijna Koningsdag. Maandag. Hoezo? Hoezo? Nou, gewoon omdat het zo is. Elke 27e april is het Koningsdag. En eigenlijk wil ik een heel lang verhaal vertellen over dit bier. Ik zou zeggen, luister even naar een podcast. Dan hoor ik je denken, een podcast? Ja, een podcast. Ferry, aka Mr. Beer Geek, oprichter van Beer Geeks op Facebook... die heeft een podcast genaamd Onder de Loep. Klopt dat? Wel hè? Ja, Onder de Loep. En daar gaat hij het verhaal vertellen van deze prinsessenbier. En eigenlijk de brouwerij Pussyat en Kater uit Amsterdam. Of van Vollehoven en Co, hoe je het ook wil noemen. Dit is in ieder geval het bier. Allereerst ziet er goed uit. Het blik ziet er goed uit. XL, groot blik, halve liter, 5% aan alcohol. Ik heb dit bier gekregen van beerwolf.com. Zeker de moeite waard om Beerwolf even te raadplegen. En kijk even naar het bier. Want op Koningsdag kan je meedoen met een bingo. Met die bingo's zijn prachtige prijzen te winnen, mensen. Prachtige prijs. Kijk even op beerwolf.com. Of beerwolf.nl. Volgens mij kom je dan naar dezelfde website. En daar echt, ik zweer het, dan moet je echt aan meedoen. Dat wordt echt super tof. Nogmaals, wil je de hele historie weten van Pussyat en Kater uit Amsterdam? Zeker de moeite waard om nogmaals de podcast van Ferry Onder de Loep zeker te raadplegen. Of te luisteren. Hè? Ja. En serieus waar? Ik heb tijdens mijn werk heb ik ernaar geluisterd. Volgens mij 20 minuten, 25 minuten. En het is echt serieus waar. Een heel interessant verhaal. Dus zeker de moeite waard. Als je deze gaat drinken, luister hem gewoon. Ik kan zeggen, luister hem tegelijk met deze review. Ja, waarom eigenlijk? Ja, kan gewoon, joh. Of daarna, of ervoor. Kijk maar even. In ieder geval gaan we hem uiteraard inschenken. Wat staat erop? Van Vollehoven en Co. Prinsessenbier. De XL Koningsdag editie van het beroemde prinsessenbier. Al sinds de 18e eeuw het meest feestelijke bier van ons koninkrijk. Dit speciale witbier wordt nu opnieuw gebrouwen door brouwerij Pussyat en Kater. Met extra veel bubbels voor een dag om nooit meer te vergeten. Ingrediënten. Water, gerstemout, tarwemout, hop, koriander, sinaasappelschil en gist. Afgevuld 18 maanden voor te... even kijken. Batch. Tenminste, houdbaar tot september 2021. Nou, staat eigenlijk alles op. Nogmaals, de geschiedenis Onder de Loep. Ferry, Beer Geeks. Op. Het is een podcast van hem. En volgens mij was het op... hoe heet hij ook alweer? Shit. Ik zet het er even onder. Excuus. Here we go. Laten we hem inschenken. Ik moet je eerlijk bekennen. Ik drink de laatste tijd weinig wit bier. Het is echt een tijd geleden dat ik wit bier heb gedronken. Maar eigenlijk zijn het van die vergeten bieren. Mag ik eigenlijk niet zeggen. Het zijn eigenlijk bieren waarvan je denkt... iedereen vindt ze lekker. Iedereen vindt ze lekker. Vooral als het mooi weer is. Maar doordat er zoveel stijle bier nu zijn en zoveel brouwers denken... we gaan weer een nieuw bier op de markt brengen, worden vaak dit soort bieren vergeten. Maar vergis je niet. Dit zijn toch echt fucking goede bieren. Ik heb me laten vertellen, ook door de podcast van Ferry, het is een beetje een combinatie tussen een wit bier en een Weizen. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben gek op Weizenbieren. Witbieren vind ik ook lekker. Maar meer Weizen.
tarwe. Heerlijk. Allereerst kleur. Mooi geel, een beetje hazy. Mooie witte schuimkraag. Niet te gek. Ziet er gewoon goed uit. We gaan naar de neus. Ja. Koriander komt wel mooi terug. Vooral die sinaasappelschillen. Ruikt heel fruitig. Ruikt ook wel romig. Een beetje dat romige van een Weizenbier. Ik wou zeggen een beetje banaantjes. Misschien ver weg. Hij ruikt in ieder geval heel fris. Beetje citroenachtig. Maar vooral koriander komt heel mooi terug. En ik ben gek op koriander. Het kan zijn dat jij er wat minder gek op bent. Maar ik vind het mooi. We gaan hem snel proeven. Pusjat en Kater, hun prinsessenbier. Cheers. Heerlijk. Enorm verfrissend. Het is prachtig mooi weer. Nog steeds. Dus ik ga zo lekker naar de tuin. Het is nu ongeveer 3:30. 4:15. Prachtig mooi. Kunnen we nog lekker genieten van het zonnetje. Heerlijk bier. Inderdaad. Mooi romig. Niet te. Gewoon mooi romig. Volle smaak. Sinaasappelschil zit er goed in. Koriander zit er ook heel goed in. Heel smaakvol. Heel clean ook. Clean. Ik snap wel inderdaad een beetje dat witbier. Weizenbier. Is inderdaad een mooie combi ervan. Het is wel een beetje een combi inderdaad. Dat je denkt van... Ja, die kan je goed hebben. Die kan je zeker goed hebben. Mocht jij dit bier ook willen scoren... Ga dan even naar beerwolf.com. Of Beerwolf Webshop. Kijk in ieder geval even op internet. Zeker de moeite waard. Ik bedoel... Ja, 2020, Koningsdag, zullen wij nooit zo ervaren zoals we ooit hebben ervaren. Dus het is zeker, zeker de moeite waard om deze thuis te halen. Om toch nog een beetje oranje in je huis te hebben. En uiteraard om op te proosten. Heerlijk bier, nogmaals, dank Beerwolf. Ik ga hem in ieder geval lekker opdrinken. Cijfer voor dit bier, uiteraard, voordat we gaan afsluiten. Krijg van mij een 7. Prima wit bier. Heerlijk. Vooral als je goed koud is. Lekker buiten. Niks mis mee. En wil je nogmaals veel... wacht even. Wil je nogmaals alles te weten komen over deze brouwerij Pusjat en Kater van Vollenhoven? Alsjeblieft luister naar de podcast van Ferry. Hij heeft niet gevraagd dat ik dit of ik dit zou willen doen. Helemaal niet. Maar ik moet echt bekennen dat ik het echt heerlijk vond om naar te luisteren. Ik ben gek op geschiedenis. Als jij niet geschiedenis houdt, ja, misschien wat minder boeiend. Maar ik hou van geschiedenis, ik hou van bier. En als je dat combineert, dan heb je een geweldige podcast. Op naar de volgende. In ieder geval, nogmaals bedankt voor het kijken. En uiteraard, tot de volgende keer. Cheers.